Dag kijker, deze aflevering gaat over een ingrediënt. Wat ik al vanaf begin jaren 90 volg toen ik nog op de HTS zat. Want ik vond het onbegrijpelijk dat ze erover dachten om dat in voeding te doen. Maar als je nu naar de supermarkt gaat, dan vind je talloze producten waar het gewoon in zit. En als je een scheikundige tegen zou komen en je zou beschrijven van, ja, we zijn bezig met een natuurlijke stof om daar chlooratomen aan te hangen. In dit geval is het suiker. Dus je maakt eigenlijk gechloreerd suiker. Dan zou zo'n scheikundige, als je een beetje verstand had, dan zou die vragen van, maar wat probeer je daarmee dood te maken dan? En zo lijkt het hier in het begin ook te zijn ontstaan, want er is een website die beschrijft die ontwikkeling. Of het waar is, dat moet je zelf weer eens een keertje bepalen. Maar het zou ontstaan zijn uit de ontwikkeling van een nieuw insecticide. Dan heb je een stof die een lichaam binnenkomt en alle stoffen in het lichaam en alle enzymen, die gaan ermee aan de slag. Want die denken van, ja, dit lijkt wel op wat we kennen. Alleen bij het uit elkaar halen en ermee om te gaan op chemisch niveau, komt er dus van alles vrij, wat dus helemaal niet zo jovel is. Dus, nu zit het erin. Hoe heet die stof? Dat is ook nog zoiets. Je hebt gewoon suiker. Dat is een normaal woord. Dan heb je saccharose. Maar je hebt ook nog sucrose. En hoe hebben ze het genoemd? Sucralose. Dus een heleboel kopers, die kijken ernaar. Die zeggen, sucrose, dat is gewoon suiker, Lena. Er is niks mee aan de hand. Ja, maar het is suikervrij. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Nou, en dus zo worden die spelletjes soms gespeeld. We gaan eens even kijken in de supermarkt waar het allemaal in zit. Nou, dan heb je gezien waar het allemaal onder andere in zit. Dus ga vooral etiketten lezen, hè? En of je er wat mee doet, moet je natuurlijk zelf nog steeds weten, hè? Eigen verantwoordelijkheid. Ik wil alleen even meegeven dat deze stof in de natuur natuurlijk ook niet helemaal lekker wordt afgebroken, want het zit niet in de natuur. Dus het leven daar zal er ook moeite mee hebben. En dat is al aangegeven ook, dat dat zo is. Ik heb in het verleden nog veel meer erover gelezen en gehoord. En weet je, op het moment dat ik ergens lees dat je van een ziekte, een stof de ziekte van Crohn kunt krijgen, dan houdt het voor mij wel een beetje op, hoor. Dus ga vooral zelf op onderzoek wat je er allemaal van zou kunnen krijgen en of je het nog wil hebben. Want bijvoorbeeld blikjes raketbrandstof, nou ja, dan kun je net zo goed Russian Power nemen. Is prima, er zit suiker in. Er zit nog wel ammonia karamel in. Nee, hè? Maar daar kom je dan mee uit. Dus nogmaals, eigen verantwoordelijkheid. Denk zelf na, dat kun je niet uitbesteden. Dag.